Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. De wasbeertjes en de held op papier. Cedric! 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 Ik denk dat ik het niet lang meer kan houden. De piranha's halen me in. Net toen we dachten de piranha's kwijt te zijn, keerde vrouwen Fortuna zich falikant tegen ons. Wat gebeurde toen, Cedric? Enorme krokodillen verhieven zich aan de oevers van de Orinoco en gleden op ons toe. Oh nee, geen krokodillen! Blah. Dank je, trouwe gids. Maar terwijl dit avontuur achter ons lag, beseften we dat ons een nog groter gevaar wachtte op onze expeditie naar de verloren stad Pongo. Jongen, die Maarten Havelaar kan wel schrijven, zeg. Het is net of je er zelf bij bent. Zou jij hem niet eens willen ontmoeten, Cedric? De grootste ontdekkingsreiziger van de wereld. Oh, Bert, kijk. Dat vliegtuig heeft moeilijkheden. Kom eens helpen, ventjes. Hey, maar u bent meneer Maarten Havelaar. Natuurlijk, beste kerel. De enige echte. Wauw. Nou, daar zijn we dan. Dit is mijn slaapkamer, meneer Havelaar. U mag boven liggen, dan hebt u het mooiste uitzicht. Dat is verrekt aardig van je, kerel. Maar ik lig liever beneden. Oh, hey! Halleluja, zeg! Wat is dat? Dat is broe, meneer Havelaar. Honden? Ugh. Sinds ik door een stel wilde dingo's ben aangevallen, vertrouw ik die beesten niet meer. Oké. Dan breng ik hem wel naar buiten. Sorry, ouwe jongen. Zolang als meneer Havelaar hier is, moet je buiten. Bert, ik ben overal geweest. Ik heb een boel gereisd, maar dit zijn onbetwist de beste broodjes pindakaas die ik ooit geproefd heb. U maakt me wel verlegen. Nee, werkelijk. Als jij voor mij zou koken op mijn expeditions, dan zou het leven een stuk aangenamer zijn. Gossie, wauw! Trouwens, ken jij een zekere Lady Baden-Baden? Iedereen kent Lady Baden-Baden. Oh, dolletjes. Ik moet namelijk een tafelrede behouden. En dan moet ik nog wat boeken signeren. Mijn nieuwste boeken. Ken je dat trouwens? Verhaal uit to Wild World? Natuurlijk, meneer Havelaar, fantastisch! Vooral dat hoofdstuk als je uit een boom klunt in een helikopter en dan wegvliegt, oh! Ja, ja, ik heb het toch zelf geschreven? Meneer Havelaar, wij hebben zelf ook een club, hè, Cedric? Ja. Nou, dan moeten we daar maar eens langs gaan, niet? Niets is zo heerlijk als een middag op de veranda van de club. Bert, waarom is Broel buiten? Ralph, Melissa, we hebben bezoek. Ik heb een verrassing voor jullie. Mag ik jullie voorstellen aan de grootste ontdekkingsreiziger van de wereld? Meneer Maarten Havelaar. We wisten dat u naar Woud Wintergroen zou komen, meneer.
Het is een eer u te ontmoeten. Ik hoop dat u het hier fijn heeft. Ja, wel. Dank je. Baas, baas, raad eens wie er in het woud is. Maarten Havelaar. Nou in. Zien jullie er daarom uit als mislukte marsmannetjes? Maar baas, hij is een hele beroemde ontdekkingsreiziger. Wij kennen al zijn boeken. Hij heeft meer goud ontdekt dan alle anderen bij elkaar. Wat kan mij dat goud? Ja, baas. Eerst de schat van Kalakoko en toen van Bandodo. Dat was een grote. En kijk hier de schat van... Vandalo. Schatten, hè? Oh, schatten. Kijk eens, daar is onze club, meneer Havelaar. Oh. Voor de opknapbeurt zag hij er eigenlijk beter uit. Kijk, en dit is nou ons vlot, de kameraadschap. Hé, hey, nou denkt u natuurlijk direct aan dat vlot op de Limpopo, of niet, meneer Havelaar? Precies, ja. Dat was een mooie expeditie, meneer Havelaar. Wanneer gaat u uw volgende tocht maken? Nou, moet je horen, mijn beste. Ik ben van plan de verborgen stad Lingodo te vinden. En dan de schat van Mabu die daaronder zou liggen. Wauw, dat is fantastisch. Goh, wat zou ik graag met u mee willen gaan, meneer Havelaar. Oh, het is niet altijd even leuk, Bert. Wacht eens even. Wat ben je daar aan het doen? Oh, ik dacht dat u misschien wel zou willen varen op het vlot, meneer Havelaar. Alle leeuwen, mijn beste. Het is woensdag. Ja, en alle ontdekkers weten toch dat de magiërs van Mendigo... die zeggen dat het verrekte onverstandig is om op woensdag te varen. Oh, dat bedenk ik ook nog net op tijd. Roel, hou daarmee op. Nou moet je eens kijken wat je met meneer Havelaar gedaan hebt. Bert, snel! Hij verdrinkt, Bert. Je had me wel eens eerder mogen helpen, jongeman. Sorry, meneer Havelaar, maar ik dacht dat u... Wij dachten dat u kon zwemmen. U weet toch, met die piranha's en die krokodillen in de Orinoco, toen zwom u toch ook? Of niet soms? Nou, natuurlijk deed ik dat. Maar sinds ik... in mijn been ben geschoten. Ja, mijn been zit helemaal vol met loten, begrijp je wel? Ik praat er niet graag over. Maar jij zou een goeie zijn op een expedition, Bert. Snel van handelen. Ja, zeker. Een prima kerel. Tjie, dank u, meneer. Toen de laatste piek bedwongen was, zagen we onder ons de verloren stad Karakwa. Met als een parel gezet in groen juweel. 12 weken hadden we nodig om die schat te bergen. En hier zitten mij wat van die dingetjes. Deze foto is in het Museum voor Moderne Archeologie gemaakt. Yes, dank u. Oh, wat bent u toch een inspirerende man, meneer Havelaar. Zou u nu nog wat vragen uit het publiek willen beantwoorden? Oh, daar is er al één. Ja? Heeft u wel eens in het drijfzand gezeten? Niet blijvend. Ja? Bent u wel eens verdwaald, meneer? Niet blijvend, hè? Ja? Dat waren prachtige dia's, meneer Havelaar. Heeft u er ook waar u zelf in Karakwa bent? Die had ik, ja. Met mijn jungleschimmel, hè? Afschuwelijk is dat, jungleschimmel, vreselijk. Ja? Staan er nog meer expedities op stapel, meneer? Ik heb nog geen vaste plannen, nee. Hé, hey, meneer Havelaar, niet zo bescheiden. Waarom vertelde u ons niet over uw plannen om de schat van de stad Lingodo te vinden? Wel, dat zou wat overhaast zijn. Zoiets kost een aardige duit, mijn beste vriend.
Je hebt van alles nodig. Flotten, tenten, touwen, spuitwater, ijs. Het duurt jaren voordat je dit allemaal bij elkaar hebt. Over een paar minuten, meneer Havelaar. Ik kom u zeggen dat ik, Cyril Snauw, meneer Havelaars volgende expeditie zal bekostigen. Dat is mijn bescheiden bijdrage aan de verkenning van onze mysterieuze wereld. Tot het nut van de mensheid. Moet je hem horen? Heeft natuurlijk niks met die schat te maken. Met mijn geld en uw talent in het spoor zoeken is alles mogelijk. Maar dit is erg onverwacht, meneer Snauw. U kent mij helemaal niet. U weet niets. Ik vergis mij zelden in iemand, meneer. Ik weet zeker dat u de schat van Mabu uit Lingode zal halen. Hier, teken maar. Stelt niks voor. Standaard expeditiecontractje. Dank u. Wat staan jullie nou te doen, zulthoofden? Wij willen mee op expeditie, baas. Wij zijn hele goede dragers, meneer Havelaar. Als boot van varkensblaas mogen jullie misschien mee. Naar je trog. U wacht natuurlijk op het einde van het regenseizoen voor u naar Lingodo vertrekt, hè, meneer Havelaar? Nou, ja, natuurlijk, ouwe jongen. In de regentijd dan begin je niks. Die tijd eindigt in mei. Ik dacht dat die begon in mei. Ach ja, dat is waar ook, ja, dat ik dat vergeet. Dat vind ik ook bijzonder vreemd, meneer Havelaar. Ook meneer Havelaar en de verloren stad Lingodo. En natuurlijk de schat van Mabu. Bert heeft nogal uitgefriekt in dit verhaal over Havelaar. Het lijkt wel een van zijn eigen boeken. Goed verhaal, maar weinig feiten. Wat bedoel je, Ralf? Nou, ik heb naar bewijzen gezocht voor Havelaars beweringen, maar die zijn er gewoon helemaal domweg niet. En sommige van die plaatsen waar hij het over heeft, staan niet eens op de kaart. Oh, natuurlijk niet. Het zijn toch verloren steden, Cedric? Nou, het spijt me, Bert, maar zonder bewijzen druk ik dit niet af, hoor. Je enige bronnen zijn Havelaar en zijn boeken. Nou, wat heb je nog meer nodig? Ooggetuigen hebben we nodig, Bert. Oh, ooggetuigen wil je? Nou, Ralf, die kun je krijgen ook, hoor, jongen. Hoe, Bert? Nou, ik ga toevallig met meneer Havelaar mee op expeditie naar de stad Ingodo. Weet je, het is heel moeilijk pakken voor zo'n reis, Cedric. Ik weet niet eens hoe lang we wegblijven, misschien wel weken. Maanden. Jaren. Wat vind jij? Squash of tennis? Ik wou dat je het wat serieuzer opnam, Bert. Je hebt gelijk, Cedric. Het tennisracket. Maar Bert, ik heb eens wat uitgezocht. Ik zou niet willen dat je een fout maakt, weet je. Je hebt gelijk, Cedric. Ik hou ze allebei. Nee, Bert. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat ik het niet vertrouw met die Havelaar. Wat weet je nou echt van hem? Hij wil gewoon dat ik met hem meega. Weet je dat wel heel zeker, Bert? Ik heb hem dat nooit horen zeggen. Ah, vergeet het, Cedric. Je bent gewoon jaloers omdat meneer Havelaar jou niet heeft gevraagd. En als je het niet erg vindt, dan zou ik nou even rustig verder willen pakken. Alleen. Zoals u ziet is er niet beknibbeld op de uitrusting. Dit moet uw meest succesvolle expeditie worden.
dit kost een lieve duit, maar dat haal ik er weer uit. Met deze spullen kan het niet fout, Havelaartje vindt het goud. Wel, ja, nou, dat hopen we dan maar, hè. Help! Mooi, dan kan je morgen om 9:00 vertrekken. Wacht eens even. U kunt me niet zomaar commanderen. Oh nee? U hebt een contract getekend dat u met huid en haar aan mij bindt, Havelaar. En om het nog maar eens duidelijk te zeggen, ik krijg 90% van alle opbrengsten van de expeditie. Van de schat zelf, de filmrechten, de boeken, lezingen, video's, alles. Maar meneer, ik dacht dat u dit deed voor de mensheid. Man, laat je nakijken. Pak die troep in en rust wat uit. Zal je nog nodig hebben? Sta op, luifarken. Jij moet die Havelaar in de gaten houden. Het goud kleeft aan zijn kleren. Meneer Havelaar, ik wil eens serieus met u praten over uw komende expeditie. Ja, het is behoorlijk opwindend, vind je niet? Weet u dat Bert denkt dat hij met u mee mag? Maar dat kan niet. Dat weet ik. En u moet hem vertellen waarom niet. Wat? Dus je weet het? Ja, meneer Havelaar, ik weet het. U kunt niet zwemmen. U weet niet wanneer de regentijd begint in Lingodo. U weet bijna niks. Ik ben dus niet zo'n goede, overtuigende ontdekkingsreiziger. Maar ja, soms doe je ook zo je best om op iemand te lijken, dat je het bijna zelf ook nog wordt. Het zal nog moeilijk voor u worden om Bert te zeggen dat... Dat ik geen ontdekkingsreiziger ben, je. Ik hoop dat hij me er niet om zal haten, Cedric. Bert niet, die begrijpt dat wel. Gelogen! Wat? De leugenachtige lafbek. Wacht maar eens eventjes. Oh, waar is hij nou? Bert, ik... Aha, kijk eens, hier is mijn thermoskan. Bert, alsjeblieft. U heeft de uwe natuurlijk altijd bij u, hè, meneer Havelaar? Ik ga eigenlijk nooit ergens heen, Bert. Dat is een goeie, zeg. Nee, Bert, ik ben op geen van die plaatsen in mijn boek geweest. Ik ben gewoon een schrijver met veel fantasie. Maar, dat snap ik niet. Zo gaan die dingen, Bert. Vanwege mijn verhalen dacht iedereen dat ik een held was. Dus ik werd er een. Een held van papier, Bert. Ik ben geen ontdekkingsreiziger. Ik ga niet op expeditie. Het spijt me. Het spijt mij ook, meneer Havelaar. Wat moet ik er meer van zeggen? Broel! Ik pak hem, Bert! Hij kan niet zwemmen! Wat is er? Cedric, geef me je fiets! Huh? Rustig nou maar, kleintje. Dank je, ouwe reus. Dat was bijna een naar ongelukje. Dat was een prachtig voorbeeld van koelbloedig handelen, Bert. Hoe kwam je op het idee om een bolo te gebruiken? Meneer Havelaar, uw boek over de pampas. Als u dat niet had geschreven, waren broer en u misschien wel... Oh, gossie.
Lady Badebade had wel gelijk toen ze zei dat u mensen inspireert. Dat klopt echt, meneer Havelaar. Onzin. Ik ben gewoon een oude avonturenverteller. Nee, maar meneer Havelaar. Nota bene, ik zelf ben op al uw expedities meegeweest. En ook al hebt u al die dingen nooit gedaan, het leek waar gebeurd. U reist in het land van de verbeelding. En dat is een fantastisch mooi land. En ik ben heel blij dat u mij meegenomen heeft. Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken, Bert, ouwe jongen. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Nou, ik wel. Mij bedriegen, hè. Mij wijsmaken dat je een held bent, terwijl je derde rangs boekje schrijft. Dit contract is vanaf nu van nul en geen allerlei waarde. Miljoenen hadden kunnen verdienen. Maar het is over. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Het is uit! Meneer Havelaars nieuwe boek, De Verloren Stad van Lingodo. Hey, moet je kijken! Opgedragen aan Bert Waspeer. De grootste held die ik ooit ontmoet heb. Proficie, nou, gefeliciteerd, Bert, zeg! Moet u kijken, baas? Het boek van meneer Maarten Havelaar staat al 2 weken in de top 10 van Zwijn Nederland. En er zijn al 2 miljoen exemplaren verkocht. Oh, is dat niet geweldig? 90% van 2 miljoen. Dat had ik kunnen hebben. En ik heb het contract verscheurd.